We zijn vandaag in Haarlem, de hoofdstad van de provincie Noord-Holland. Een stad met veel geschiedenis. Het was onder meer het thuisfront van Frans Hals en vele andere belangrijke historische figuren. Haarlem kent van oorsprong veel industrie en ook een gezonde ondernemerscultuur. Iets waar de gemeente zich tastbaar voor inzet, zoals hier in Waarderpolder. In de jaren 80 en 90 nog een leeglopend industriegebied, anno 2012 een groeikern van jong en duurzaam ondernemerschap. De Waarderpolder is de economische motor voor Haarlem. 40% van de werkgelegenheid in Haarlem speelt zich hier in de Waarderpolder af. 10 jaar geleden dreigde de werkgelegenheid hier te dalen tot onder de 10.000 arbeidsplaatsen. En dat was het moment dat de gemeente besloot hier in te grijpen en samen met het bedrijfsleven een koers te ontwikkelen om te zorgen dat de Waarderpolder weer een prettig ondernemersgebied werd, waar het niet alleen prettig ondernemen was, maar waar het ook prettig werken moest zijn. Haarlem is een vitale en ondernemende stad en we hebben ook een hoogopgeleide beroepsbevolking. Het is daarom heel interessant om hier je bedrijf te vestigen. We hebben ook echt een motto, meer service en minder regels. Daar zijn we hard mee bezig en de komende jaren moet het dus eigenlijk nog makkelijker worden voor ondernemers om hun bedrijf hier te vestigen, uit te breiden en nog meer samenwerking aan te gaan. Deze stad werkt dus hard aan het verwezenlijken van zijn doelstellingen. Een goed contact met de ondernemers in Waarderpolder is daarom belangrijk. We doen met Ruud een rondje. Gucci is het enige merk ter wereld, nog steeds, wat een fashionable, sustainable en organic collectie brengt. We zijn blij en de mensen zijn blij hier te zijn. Ook op het gebied van het station, bijvoorbeeld in Haarlem, is het redelijk makkelijk om daar naartoe te komen. Dus er moet nog wel wat gedaan worden op het gebied van wegen en op het gebied van de waterleidingen en dat soort zaken. Dat is, loopt een beetje achterin als je naar een echt gemoderniseerd stuk in Amsterdam zou gaan, maar het heeft ook zijn charmes. Wij helpen grote corporates om zichzelf op de kaart te zetten, met name rondom duurzaamheid. Dat doen we voor bedrijven uit de grote financiële sector, maar ook een kleine espressobar op de hoek. Wij hebben echt voor de locatie gekozen omdat het een zichtlocatie is met een bijzonder verhaal. Wij maken bijzondere verhalen en helpen bedrijven ze vorm te geven. Als je ver kunt kijken en je ziet van industrie tot bedrijvigheid in de stad en je kunt alles overzien en ver kijken, dat is toch wel belangrijk voor een creatief bedrijf. Je bent hier bij het grootste CO2-neutrale datacenter van Nederland, EvoSwitch. Webhostingbedrijven zitten hier veel. Een bekend bedrijf bijvoorbeeld is Wikipedia voor Europa. Het belangrijkste is dat dit voor ons een onderdeel is van Groot Amsterdam. Het merendeel van onze klanten is internationaal en die zien ons gewoon als Amsterdam. Maar het grote voordeel is dat we hier kunnen groeien. Dus veel grote bedrijven die internet als een belangrijke inkomstenbron hebben, zullen groeien de komende jaren. Haarlem heeft ook de intentie om klimaatneutraal te zijn, zoals wij dat ook zijn. Dus ik denk dat het uitstekend bij elkaar aansluit. 40% van de Haarlemse werkgelegenheid ligt in de Waarderpolder. Er worden veel bekende producten gemaakt, zoals het Nederlandse paspoort, buitenlandse geldbiljetten, maar ook verkeerspaddenstoelen, flitspalen, fairtrade koffie en een geheel eigen gebrouwd biertje, dat natuurlijk wordt verkocht in het centrum van de stad. We zijn nu in de Jopenkerk. Alhoewel dat historisch gezien natuurlijk nog niet zo heette, officieel is de Jacobskerk. En wij hebben deze kerk een jaar geleden in gebruik genomen als brouwerij, café en restaurant. En dat zit in de binnenstad van Haarlem in het Raaksgebied, nieuwe binnenstad van Haarlem. We merken dat de gemeente heel duidelijk heeft, eigenlijk ons Jopenbier heeft omarmd. Zowel de ambtenaren als wethouders als zelfs de burgemeester. Toch heel positief staan ten opzichte van Jopenbier. En dat ook proberen te betrekken in activiteiten die er in of rondom de stad plaatsvinden. Het voornaamste vind ik dat je met heel veel mensen hier je best doet om een mooi product te maken. En tegelijkertijd de kans hebt om dat ook aan het publiek te tonen. Dus we hebben hier eigenlijk de etalage zeg maar in het centrum. En de rest van het proces zit in de Waarderpolder. En zo hebben we dat een beetje verdeeld. Hé,
En mijn grote wens is dat het ons over 10 jaar lukt om voor een groot deel in dit gebied in onze eigen energievoorziening te voorzien.